Leuk dat jullie kijken naar een nieuw seizoen van UHC hier op Edeldier en heel veel andere kanalen. De server is gesponsord door Freeze deze keer. Dus als je een keer een server nodig hebt, ga dan even kijken bij Freeze. En ja, wij gaan vandaag beginnen en we hebben meer mensen dan de vorige keer, want we gaan dit keer met 3 personen per team spelen. We gaan heel even snel iedereen langs, want zelf kennen we ook niet iedereen die er is. Dus ik begin hier bij Wouter, want anders gaat hij weer huilen. Oh ja, vorige keer heb ik vergeten. Maar goed, ik ben Wouter, ik ben van standaard video's ding. Dus, volgende. Hi, ik ben Rayo van Rayo Gaming NL. Ik ben Remco van een GameStad. Ik ben Jurgen van Mysterious. Oh, ik ben Nick van Moordenie. Oh, ik ben Sieg ook van de GameStad. Ik ben Mark van Mr. Firepan. Ik ben Emiel van Gamer met Emiel. Ik ben Marjorit van Jefits. Ik ben Sibompa van Sibompa Gaming. En ik ben Jeroen van Kodaaf. Oh, rennen. Oh, ik ben Noor. Ik ben de enige gast die niet normaal van de caps kan schrijven. Nog een keer, want Wouter lachte door je heen en dan hoor ik je niet. Goed, Wouter. Maar oké, ik ben die gast die zijn naam niet zonder caps kan typen. Hoi, Mike. Mike, natuurlijk, ja. Ik ben Stefan en ik ben Clipperbaat. Ah, kijk, mooi. Ik ben Danny en ik speel Bifrost. Ik zit in Bifrost. Oké, en. Ik en jezelf? Van Edeldier, van Anatholdier en Biofrost. En hij speelt okay, Biofrost. Ja, ik speel ook wel eens Biofrost. Nee, Wouter hier, die gaat nu uitleggen wat UHC precies is en wat wij vandaag allemaal gaan doen. Nou, hallo allemaal. Eventjes nog snel de regels van UHC. Je krijgt geen regen, dus Nick, bereid je voor. je kan alleen je hartjes erbij krijgen door regen potions en golden apples. De nether staat aan, dus daar kan je heen. Ga wel door dezelfde nether portal terug, want anders kan je daar nog buiten de border spawnen en dan sterf je omdat je dan helemaal glitcht in de world border. Verder mag je niet strip minen, je mag wel minen naar een cave bijvoorbeeld, je hoort zombies of iets. Als je daarheen graaft, oké, dan mag wel. Maar niet dat je op niveau 12 of zo gaat mijnen op voor diamantjes. Verder gaan we zo hier de teams maken met onze awesome team generator ding. Eventjes kijken we nog verder moeten. De zombies en mobs en shit staan op hard mode. Dus daar moet je ook op letten. S'avonds is het niet slim om rond te lopen. Voor de rest. De campen en zo, een beetje logische reden. En ik denk dat het nu wel duidelijk is. Heeft iemand nog vragen anders? Ja, mag je ook als teams samenwerken? Dus teams, team oranje met team blauw, mogen die samenwerken? Nee. Nee, je moet gewoon echt met je team werken, zeg maar. Niet dat je met 5 tegen 1 team maar gaat of zo. Dat als je beide in slechte staat bent en je komt elkaar tegen, dat je gewoon zegt van oké, we slaan elkaar gewoon nu niet dood. Ja, dan moet je gewoon langs elkaar wegrennen. Precies, dan mag je zelf. Verder speelt iedereen in default of faithful. Geen cheat, maar lijkt me logisch. En je moet trouwens niet uitloggen de hele tijd. Bijvoorbeeld je komt een zombie tegen en je logt snel uit en wacht tot die weg is of zo. Gewoon als je uitlogt, dan probeer je gewoon binnen een minuut weer terug te komen. Als bijvoorbeeld. Je internet crasht of iets in die richting. En anders ben je gewoon af. Gaan onze naambalkjes nog weg? Nee. Nope. Wat? Naambalkjes? Wat? Ja. Want bijvoorbeeld, ik sta hier in de bos. Gewoon shift hè. Oké, shift. Dan zie ik alle naambalkjes en dan. Ja. Ja. Nee, niet meer. Dat heet Minecraft. Welkom bij Minecraft. Je krijgt dadelijk. Dadelijk krijg je gewoon je kleur en dan zie je in de chat ongeveer welk team. En dan kunnen we zeg maar teams gaan maken in ieder geval. Okay. Beginnen we bij Danny. Ja. Je moet op een knopje drukken. Iedereen krijgt wel. Dan moeten wij krijgt wel regeneration. Wij moeten denk ik van deze kleuren af dan.
Nou, ik mag alvast van de kleur, maar blijf wel aan het rijtje staan. Ja, Stefan. En dan... Ga ik wel helemaal achteraan staan. Rijo, Mike. Ik wil niet als laatste. I'm used to it. Noor. Kan je dat straks ook tijdens het game doen, dat op de knop drukken? Die wordt daar weggehaald. Daar ga ik gewoon niet naartoe rennen. Fabulous. Dit was het moment. Beetje opschieten. Jeroen hier. Jeroen, je loopt. Jeroen! Ja, ik ben blind. Ben je zo? Ja, er is maar één team compleet. Shit, ik kan niet wel, joh. Nog een team. Yes. Oké, tot zometeen. Doei. Ik zou zeggen dat het gewoon een base maakt die half in de berg zit en hoeven minder te bouwen eromheen. Kunnen we meer resources verzamelen. Ik maak een crafting table. Laten we die base dan een beetje een hobbit hole doen, dat het gewoon dirt is. Zodat mensen niet zo ver af kunnen zien, hé, kijk, dat is een huis. Ja, dat is wel handig. Want ik had bij vorige keer, had ik een huis helemaal onder een boom gebaakt. Dus als je dan de boom weg had, kon je erin. Dan valt er helemaal niet op. Gewoon hier in de speter. Oh, trouwens, wat je moet doen is, moet maar één iemand een crafting table maken. Ja, ik zat en dan kunnen de andere mensen, die kunnen de diamonds en zo hakken. Dan weten de rest niet wat wij hebben. Mhm. Dat is sowieso handig. Hoe doe je dat? Nou, je krijgt zeg maar achievements in de chat, als je iets doet. En je krijgt alleen maar alle andere achievements. Even kijken wat staat. Natuurlijk. Als je de crafting table hebt. Dus als er maar één iemand de crafting table maakt, en de rest maakt allemaal de rest. En die maakt... Ja, tuurlijk. Dan zien ze dus niet dat wij die achievements hebben. Maar ik moet eventjes iets doen, want ik zit hier alleen een beetje rond te durpen. Ik heb even bij kobbel gehackt. Oh. Ik ga ook even steen minen. Ja, dat is een goed idee. Weet je, ik maak steen pickaxe zoals gemeld. Nee, wat waren jullie kanalen? Danny is het gaming. Nice. Doe ze beter wel van een linkje. Ja. Ja, dat doe ik ook zo eigenlijk wel. Ja, dat doe ik zo meteen. Dan zet ik jullie met ja, dus een... we gaan, Ik heb hier een kip, moet ik hem doodslaan of even... Nee, die kunnen later maar gebruiken, die moet ook gaan fokken. Als we gaan proberen ja, te wacht, fokken... Ja, wacht, ik heb hier nou drie, die gooi ik hier in een gat en dan... Hier, ik heb ik er al, even twee een paar zwaarden bij. En twee stone pickaxe en dus wie gaat er mijnen? Ik ga heel eventjes nog hierboven die kippen verzorgen. Hier is een zwaard. Ja, geef me. Ja, dankjewel. En hier is een pickaxe. Oh, hier zit nog kool onder. Hier, pickaxe. Oh. Daar bij die kool ligt die. En hier is nog iron daar. Handig. Ik heb hier drie kippen in een put zitten. Nou, dat is goed. Dat is één kool. Oh, wacht, nu zie ik wat je bedoelt. Of niet? Met dat F3 plus B. Ja. Dan zie je al die dingen. Het is handig voor mensen te vinden. Ja, nee. Ik had mijn shaders net aanstaan en dan zie je het niet. Shaders. Hebben jullie vorige keer ook meegedaan met UFC? Nope. Ik wel. Dit is mijn eerste keer. Is het moeilijk of? Ik was toen tweede geworden met mijn team. Alleen ik zat met Nick en die was na 5 minuten dood. Dus ik was in mijn eentje zeg maar tweede geworden. Oké. GG. Ja, het was wel echt. Ik zat de hele tijd dat ik nog met één hartje verloren of zo. En dan in de laatste aflevering werd ik s'nachts allemaal aangevallen door mini zombies en skeletons. En toen had ik een half hartje bij de deathmatch. Coach, zwaar rot. Ja, maar toen was ook echt zwaar overpowered, want degene die eerst waren geworden, die hadden echt allemaal diamond gear en zo, en die hadden volledig een leven, dus had ik nooit kunnen winnen van hem met een half ratje. Nee.
Hier ligt fucking veel kool onder, dus dat is wel ideaal. Ja, er zit ook iron daar, dus ik kan ook niet even kijken. Ik heb eigenlijk zin om in die grot hierin te gaan, die onder zit, maar het lijkt me zwaar onveilig. Gooi ja, moeten we eerst lichten hebben, gewoon, ja. Maak me even dicht en zet er even wat zand boven, dat je ziet waar die staat. Maar dat je ook niet in kan lopen. Zal ik hout gaan hakken voor jullie? Dat is altijd handig. Dan maak ik even een axe en dan ga ik hout hakken. Heeft trouwens iemand 3 cobblestone voor mij, dan maak ik namelijk gelijk een stone axe. Dus ik ben alweer 2 hartjes kwijt, verdomme. Oh, dan moet je even voorzichtig doen, ja. Heb jij een... Maar die krijg je dus ook niet... Alleen met golden apples en regeneration potions. Voor de rest krijg je ze niet terug. Dus ja, heb jij 3 stone voor mij, dan maak ik gelijk eventjes een steen axe. Ja. Of wel meer is misschien handiger. Dan kan ik er meer maken. Ik heb 5 iron. Een pickaxe en een zwart. Ja, ik dankjewel. Heb hier trouwens wood voor je. Ja, ik had al. Mag je ook wat toortjes maken? Als je beter een bucket hebben, ik heb hier lava gevonden. Dat is wel handig. Dat is wel handig, ja. Obsidian kunnen we maken. Ja, je kunt ook gewoon bucket doen en dan op mensen gooien. Dat is ook zwaar chill, ja. Maar het is sowieso handig om een pijl en boog te hebben. Ja, ja, zeker. Dat wil ik wel doen. Ik ben wel een aardig goede range, laten we zeggen. Hartje. Dat is mooi. Ik hit altijd. Hier, ik heb wat die toortjes voor jou. Oh, thanks. Ik hou er zelf wel ook even een paar, maar je krijgt van mij hier de helft. Zo. Dan heb je de 18 als het goed is. Is genoeg. Ik ga hier eerst hier de oh, dammit. Ik heb pickaxes gemaakt in plaats van axes. Shit, allemaal kun je nog een shovel maken? Sure. Kom, ik kom terug naar boven. Waar ben je nou dan? Ik zit even in een cave met de mijnen. Hij zat in het water. Nee, in een random fuck, cave. Ik heb je gevonden. Oh. Dammit, regen. Ik ga even hier, ik heb de shovel voor jou. Oké, ja, ideaal. Dan kan ik even de shelter maken. Zo. Ja. Met zand. Dan gaan we hier gewoon allemaal zand overheen doen, toch? Dat het helemaal van binnenin hol wordt. Ja, wat je dan handig kan doen is bijvoorbeeld een boom pakken, bijvoorbeeld deze. En dat je dan ernaast of eronder het ingang maakt. Dus je bijvoorbeeld de blokjes moet weghakken om de ingang te kunnen zien. Want als ze dan langs lopen kunnen ze echt helemaal niks merken. Ja? Zo, ik ben hier achter de dingen waar... Achter de crafting table waar iron aan het smelten. Nice. Voor mij viel ik net weg ofzo, want het was even stil en toen kwam ik een keer midden in het gesprek. Oeh. Daar wie is kan, de iron. Wie kan trouwens dat iron even daar onder om die water dingen te minen? Oh, nee, dat zal ik doen. Ja, doe maar. Maar fijn, dan heb ik nog steeds geen... axe, dus heeft iemand nog eventjes snel 3... steentjes voor mij, want ik heb gewoon net pickaxes gemaakt in plaats van axe. Nee. Ik heb alleen pickaxe. Ja, heb je steen, of niet? Ja, steen. Ja, geef mij dan een paar. Zou het chill zijn. Ja. Willen jullie met geluid aan? Microgeluiden? Ja, tuurlijk. Dat is het beste. Dat heb ik dus uit. Ja, dan moet je dus aanzetten. Dan hoor je de chef. Dan hoor je ook... bijvoorbeeld als iemand in de buurt is en hij flikt van de berg of zo, dan hoor je hem ook gewoon vallen. Ja, dan horen er ook mensen lopen en zo. Zo ja. Niet. Ah nee, fuck, doe ik het weer. Oh. Jezus. Ik doe het automatisch, want ik veel vaker een pickaxe nodig heb. Dan maak ze wel gewoon gelijk van... Zo. Steen of van hout. Kijk, nou heb je tenminste een goeie. Allemaal iron in die oven. Kan iemand die er even uithalen? Oh. Dan moet je kijken in achievement en dat is niet zo handig. Ja, is goed. Hier. Wacht, ik kan ook even gelijk voor je kijken. Achievements. Je hebt voor mij eerst heb je alle items nodig. Jij kan ze er wel uithalen. Je krijgt... Oh. Ja, als je... Op kijken. Escape drukt en dan Achievements. Dan kan je zien het rijtje. Snap je? En dan je krijgt... de iron shit krijg je alleen maar als je een pickaxe hebt gecraft. Als je die achievement hebt. Dat heb ik. Ik heb time to mine, getting an upgrade en hot topic. Oh, ja, nee, dan moet je niet doen. Ik heb iron draadpack, heb ik acquire hardware. Dat moet je niet doen. Dat wil ik niet. Dat moet je niet doen. Dus zal ik dan voor jou iets maken? Wat even donker daar. Wat? Oh, je hebt hem dicht gemaakt, of niet? Ja. Oh, nou, dat is goed. Dat is mooi. Oh. En wat moet ik doen met die iron? Gewoon even een kistje ernaast zetten? Ja,
Wil je nog hout? Moeten we nog chest van hebben? Ja, ik wou hout gaan hakken. Voor ergens een zombie. Goed. Volgens mij is er ergens in die cave. In die barrière een cave. Nice. Hou altijd sowieso een zwaard bij je voor als er iets van een beest naar je toe komt. Ik heb een zwaard bij. Ik ga hier het water even dichtmijnen. Ja, doe maar. Zo, ik ga even een random koekje even wat eten. Nice. Dat is wel chill. Even kijken, de kippen zitten hier ook nog. Oh, zit er tegenwoordig wel schaap weer in bij ons. Chill. Kunnen we de koeien en zo niet hier binnen halen? Dat kan, dat is wat moeilijker, maar dat kan wel. Ja, je hebt wel best wheat nodig. Ja, ik kan de kippen kan ik wel zo zo naar binnen halen. Ja, dat wel. Ik ben echt een Minecraft noob op het gebied van survival, dus... Oké. Nou, maakt niet uit. Even die kip de derde, ja. Ik kom nu met de kippen naar binnen toe. Volg mij maar, kippetjes. Ja, kom maar, kom maar. Heel even een koe. Oké, de kippen zitten nu hier binnen. Ik wou ook even snel een hokje voor ze of zo waar ik ze in kan stampen. Dat ze in ieder geval hier binnen blijven. Ik zet ze hier neer. Zo. Oh. Oh fuck, ik heb een cave. Chill. Chill. Echt fucking groot. Dan kunnen we hier. Moeten we het water afsluiten hier. Oké. Oh, hier zit spul onder. Zo. Kippen, kom hier. Waar zijn ze? Hier zijn 1, 2. Kom maar, kippetjes. Ja. Oh, het zijn al 4 kippen inmiddels. Ah, shit. Voor mij verdrinken die kleine kippen wel. Maar dat weet ik niet zeker. Kom op, kippen. Ik kan het niet goed zien, maar hier zit een dikke cave. We hebben echt heel goed nieuws, want hier zit zo'n dikke ravijnachtig iets. Ja, dat zagen we buiten voor mij ook al hetzelfde ravijn. Ja, kijk. Ja. Kom hier naar beneden, dan kun je het zien. Ja, wacht, ik probeer even die kippen eerst even in de hok te krijgen. Oh, shit. Maar komen ze niet meer uit het water zo. Ja, dat is 1. Ja, dat is wel goed. Dat is wel goed. En voor mij is er een kip verdronken. Nee, shit. Kom hier een kip. Kippen. Dus kippen volgen heel slecht nou, hé. Kom. Het is wel mooi, want hier kunnen we ook diamonds vinden. Maar mm-hmm. Oh, dat is wel zo chill. Er zitten cooked pork chops in de oven. Nice. Hoeveel koeien heb je afgeslacht? 2. Goed, ik wil even kijken waar dat... Wat fijn. Oh, dit is chill. Moeten we oppassen voor al die monsters die hier staan, maar het is wel zo chill dat we het hier hebben. Ik heb erboven heb ik even kippen staan. En het wordt al wel nacht, dus we moeten eventjes dichtmaken hier, anders komen de monsters naar binnen. Mm-hmm. Ik heb even zand of zoiets. Op zich wil ik eigenlijk wel een paar spiders vermoorden voor string. Oh, wow. Maar dan moeten we eerst wapens hebben. Kun je niet een deur maken? Ja, dat kan. Kan. Ik zal even een deur maken. Oh, kip, kom hierheen. Kreng. Zombies. Oh. Even van achter, dan doe ik die dichtmaken. Even, Atwee. Oh, je hebt de deur, laat maar. Ik dacht van. Dan maak ik het even dicht. Zo, chill. Maak even 1 eieren zwaard al, voor de zekerheid. Maar nou valt het s'nachts wel op, want dan zie je buiten het licht van binnen. Nou, zo hoor. In achievements. Zo. Goed, ik ga even hier wel wat hakken. Lopen allemaal beesten boven ons langs. Mm-hmm. Misschien handig om eventjes wat meer toortjes hier beneden neer te zetten. Anders komen er zo meteen monsters hier. Ik heb nog 10 toortjes. Oké. Time to strike. Oké, die zijn dus monsters aan het jagen. Ik heb nog 1 stone zwart als iemand wil. Ik heb geen soort op mijn... Oh, wacht, dat heb ik wel. Laat maar. Hoeft niet. Ik heb al bescherming. Ik denk die er gewoon in die kist. Verlassen.
Nice. Die box is letterlijk al iets van ik laat even het water hierin staan, want dan vertragen ze meteen als ook al komt iemand binnen. Mm-hmm. Ja. Dan vertragen ze. Dat is wel een goeie. Ik hoop dat hij. Zullen als het dag wel meteen even een velletje gaan zoeken voor eten? Ja. Mm-hmm. Ik ben alleen bang dat die hier niet in de buurt staan. We moeten. Om even nog wat toortjes plaatsen. Ik heb toortjes. Mooi. Er zijn hier flink wat zombies in de buurt volgens mij. Oké, even eieren gooien, hopelijk komt er iets uit. Nee, helaas. Ja, hoeveel zombies zijn er? Blijf lang leven. Wat? Oh, Mark is wel bijna dood. Wat nu al? Hypo's. Wow. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Ik ga trouwens wel even buiten kijken of ik een spin kan zien. Mm-hmm. Ik kan er juist wel een paar horen, dus ik denk wel te zijn. Oh kut, nee skeleton, snel naar binnen. Snel naar binnen. Heb je HP eraf? Ja. Ik heb nou 17. Hij zit recht boven het huis. 17? Heb je 1 haatje eraf? Anderhalf. Ieder half haatje is 1 puntje. Dus Mark heeft nog... Er zijn ook heel veel creepers voor onze deur. Ja? Creepers? Ik zou die 3 deur gewoon creepers. Even niet open doen. Oh ja. Nou, dat blijven we voor dan binnen. Oh, wat? Hier werd iets gehakt of zo. Oh nee, dat was een schaap die eet. Wij blijven vlogen binnen, zou ik zeggen. Ja, ik ben even naar beneden aan het mijnen in die ravijn. Shit. Getting an upgrade. Oh. Ik ga denk ik eventjes een beetje andere kant op naar een andere uitgang maken. Dat ik eventjes ja, wat... een escape of zo. Een achteruitgang of zo. Ja, dat is wel handig. Heb misschien eerst toortjes nodig. Oh, wat verdomme. Ja, schrik niet. Ja. Ook zien de bronnen elkaar niet slagen. Dat ook niet goed zijn. Oh, kijk, het valt een drop hier. Oh, we hebben hier wel een mooi plateau. Nou, ben ik benieuwd. Oh, creeper, shit. Ding? Oh, ik heb hem. We hebben hier nice. Gunpowder. Voor, Hebben we gunpowder? Ja, ik heb 2 gunpowder. Kunnen ze bij TNT beginnen maken. Dus nog genoeg shit killen. Nice. Wacht, laat me even eerst gaan. Ik ben ergens zwart. Dat is misschien beter. Ja, weet ik maar. Ik zat dat daar niks verder zat. Nou, zo. Zit dan hier. Cool. Hebben jullie gestript, man? Dat het ding zo ver naar beneden gaat? Nee. Nee, maar wij konden die cave zien, dus wij mochten. Stripmine is gewoon op 1 rechte lijn vooruit graven, hè? Ja, of ja. Naar beneden. Ja, nee, ja. Maar als je die cave kan zien, mag je dat, snappen? Ja. Ja, zo. Dus ik gewoon langs de zijkant van die cave naar beneden graven. Goed, ik ben hier voor mij bijna bovenaan of zo. Het is alweer bijna een dag volgens mij. Ik zal even kijken. Nee, het is best wel. Het is bijna midden in de nacht. En ik hoor hier een spin. Ik pak even heel even één keer een stiek. Die loopt te helpen van mijn eten. Oh, hier is een spin. Nice. En dan kan hij naar binnen, want het is maar 1 vakje hier open. Mhm. Ik wil dit even. Yes, ik heb hem dood. Kut, ik kan er niet bij. Heeft hij een string erop of niet? Ja, hij heeft iets getropt. Heb ik hem? Ja, ik heb het. Dirt. Ja, die rechter is in ieder geval te val. Ik heb 26 kool en 6 iron bij dus. Oké, mooi. Om ze beter van de boven. Oh, er is nog meer iron en nog meer kool. Oh shit, nog een ravijn. Ja, weet ik. Daar kwam straks ook op uit. Chill, even kijken. Ik heb nou 1 string. Ik kom even bij jullie kijken en dan ga ik denk ik weer even... Ik heb 12 iron. Nice.
oké, okay, nice. Daar staat een zombie. En daar is ook lava. Een halve stack. Oh, daar. Ik zie het. Cool. Ik sla die zombie er wel even vanaf. Kans gebied van een iron pickaxe maker. Ik had dat weer rapper. Een vleermuis. Ja, ik zag het. Oh, nee, het doet geen damage. Ik ben een mineshaft. Even zo. Ik ben een mineshaft, echt? Yep. Ja, op het einde van die ravine hier, waar ik ben. Oh, nice. Hebben jullie iets van eten? Nee. Nee, daar ligt. Dat is een abandoned mineshaft. Dan ga ik even boven kijken, want ik heb heel erg honger nou. Oh, ja, er is boven nog een steak in de chest. Ja, is goed. Ik zal even kijken. Als we moeten meer toortjes hebben, dan kunnen we meer zien. Oh, ik heb hier weer nog 13 toortjes. Ik heb nog 5 toortjes bij. Nou, hier lopen dood. We moeten naar ginder. Waar zijn jullie? Ik kom even... Wat heeft België trouwens net hier gemaakt? Geen idee. Hier. Oh. Dat niet. Het was nog altijd 0-0 tegen Rusland. Hier. En ik keek maar. Oh, goud. Nice. Prachtig. Voor appels. Zeker. Oeh. Zeker heel handig. Weet je, heb je een iron pickaxe nodig voor goud te minen of niet? Ja. Voor mij wel, ja. Weet je, ga ik even een iron pickaxe maken. Oh, nou wacht, blijf maar beneden. Ik heb hier ook nog iron. Ja, nee, ik moet ook een iron. Oh, skeleton. Heel veel skeletons en creepers. Waar? Oh, daar, ja, moet je uitkijken. Ik ga even terug naar boven. Mijn shit droppen. Oeh, ja, hij is goed net mis. Oeh. Oeh. Oh, ik ben weer geraakt. Godverdomme. Oh, was hij daar al? Ja. Ik hoor hier een spin buiten, maar ik durf niet buiten voor die creepers. Blokken. Ik zie ze niet meer, daar staan ze boven op het huis. Even mijn shit in die furnace gooien. Mijn iron, mijn kool. En ik zie hier nog een spin, maar ik hoor ook een zombie. Is hij dood? Oh! Oh, hij deed me pijn. Oh, Rayo is ook bijna dood. Oh, kut! Wow, Rayo is ook bijna dood? Ja, 8 levens. Nice, net als vorige keer. Ik heb 15 levens. Ik heb 2 arrows bij de way, als iemand wil. Ik heb nou 3 string. Oké. Dus ik ga even een boogje maken. Ik kan een boog maken. Van goud kunnen we golden apples maken, toch? Ja. Ja, maar heb je nog wel appels nodig? Ja, appels zijn hier genoeg, er zijn genoeg bomen. Ja, oké, dat is waar. Ik heb 42 toortjes. Heb ook een achteruitgang gemaakt? Wat dan? Achteruitgang. Ja, die moet je even dicht houden, er zitten heel veel monsters boven. Ik hoor het. Oh, lag? Okay. Ja, ik had ook heel eventjes lag. Goed, het is weer licht buiten. Ik heb een boog. Alle zombies staan in dance. Nice, even wachten. Ik maak 1 iron chestplate. Dan moeten we echt op zoek gaan naar eten. Ja, zeker. Moeten we eigenlijk wat meer kippen hier hebben, want hoeveel hebben we hier nu? 1 voor mij. Er lopen er 2... Ik pak gelijk ook even wat seeds, want dan lok ik ze gewoon. Ik hoor een creeper buiten, maar ik weet niet zeker. Dan pak ik de achteruitgang. Maak misschien even allemaal een iron sword. Ja, hebben we nog iron? Er is nog 1 iron deze kist hier. Er zit nog veel iron in de furnace. Oh. Ik ben dan net gaan minen. Ik heb ik maak wel even 2 iron sword. Oh, wat? Nou heb ik in één keer die sticks niet. Nee, hier heb ik hier. Hier, kijk hier. Ja, dank je. 2 gold. Hoeveel gold heb ik nodig van een golden apple? 8. Of heel veel, dan doe je het met stacks maken, alleen dat is niet... Ik heb 4 gold dus. Nog 4 en dan heb ik... Dinges, bij de deur. Hier. In het water. Heeft iedereen nog veel HP van ons? Nee. Ja, ik heb 15. Ik zit vol. Ik stop 15. Oh, Jorgen is ook bijna dood. En vol weer. 7. Echt waar? Oh. Nice. Fuck. Hier ligt dan zo'n iron sword voor jou voor de furnace, hè? Oh, nice. Thanks. Oké, klinkt niet goed. Wat? Er is een spider spawner in die dingen. Echt waar? Echt? Ja, in die... Ik ben een mineshaft, maar ik weet niet wat er nog voor of achter die muur zit, want die...
Bedrock muur zit vlak door die shit. Dus. Oké, wacht. Kijken. Als je dan wat toortjes bij je hebt, dan ren ik wel naar... 10. Ja, dan moet je gewoon even naar binnen rennen, al die spinnen doodmaken en heel veel toortjes omheen zetten. Oh, hier is een creeper, fuck. Boris. In wat? Doen ze geen damage. Dan maken ze niks kapot, maar doen ze wel damage. Ze doen sowieso damage. Waar was die bad mindset uit daarboven? Ja, ik zie het. Probeer niet te verdwalen, hè? Oh ja, daar zit denk ik een... Er zit een zombie boven. Ja. Hierboven zit iron. Daarachter zit ook een nether wall. Ja, superveel spinnen hier. Ja, en die zijn poisonous. Dat zijn poisonous. Ja, uitkijken. 4 zit hier al gelijk, hé. Dan kunnen we even flink XP farmen. Maar je hebt er niks aan. Ja. Weet, misschien als je het geluk hebt om zo'n ding te maken. Ik wil eigenlijk ze kapot slaan, dat we allemaal een boog kunnen hebben. Ja, nee, we hebben hier genoeg spiderwebs, kopwebs. Daar krijg je ook dingen, string van, als je het kapot slaat. Oh, daar. Echt waar? Oh, dat wist ik niet eens. Ik ben niet zo'n heel erge Minecraft pro. Maar ze liggen toch best wel in de weg staan, zie je. Weten we allemaal. Ze lopen wel mooi de lava in. Wel één probleem. Ja. Er zit hier een gat in een obsidian muur. Je kunt er gewoon doorlopen. Echt waar? Wauw. Overal eigenlijk. Ik loop nu op het obsidian. Obsidian of bedrock? Bedrock. Yeah. Door heeft Jokker geslagen. Wauw. Wow, fuck. Het zijn er dik veel. Het zijn echt heel veel. Ze valt mij niet eens aan. Hij kijkt naar me, maar hij valt me niet aan. Het is trouwens licht buiten, dus ik ga denk ik even naar buiten. Doen we dat ook. Oh ja, dat is wel een hele goeie. Ja. Ik moet trouwens oppassen voor die spiders als je terugkomt. Dat zijn echt fucking veel. Ah, fuck. Just, zijn die kleine shit wel door een dik gat kunnen. Dat is ik vergeten. Trouwens, probeer zo min mogelijk te rennen. Ik doe het nu zelf wel, maar dat moet ik even niet doen. Kan iemand misschien even zien waar dat die spawner staat? Wij zijn alweer naar boven. Ja. Oh, alle buffen. Jawel. Moet even eten hebben dus. Ja, ik heb net gegeten. Er zit nog voor mij één steek in de kist. Ja, maar ja, meer eten is altijd wel handig. Zeker. Goed, we gaan even naar buiten en rennen en er zit niks in om ons heen. Chill. Wacht, is er iemand door? Door? GG. Gaat er door. Verpersoon zeker ruit. Nee, is niemand dood. Golden Apple. Oh ja. Chill, even heel veel bladen raken. Even. Handig als je dat niet met je pickaxe doet. Dan. Gewoon met je hand. Maar als je met je pickaxe doet, dan gaat de leven van je pickaxe af en dan gaat hij eigenlijk zo kapot. Dus een beetje zuinig zijn met je spullen hier. Ik ga die spider kapot maken. Of moet je gewoon torches oplossen? Maak hem kapot. Ja, dan krijg je ook XP van. Ja, spider spawner is kapot vallen. XP, ja. We hebben nou toch niks van. Nou, daarom. Ja, dat is waar. Ik ga proberen al die spiders even te killen. Je zit echt helemaal in het hoekje, of niet? Want ik zie hier nu ook alweer die muur. Oh, what the fuck, daar zijn er twee. Even kijken waar we ongeveer zitten. Hier twee spiders spawners, nog één gaan killen. Timer, oh wow! Weet je hoe lang we nu al hier zijn? Nee. Al een half uur. Echt? Ja. Oh, we hebben echt een goede plek, jongen. Zeker, ik heb hier 6 kippenvlees. We zitten hier echt heel goed. Mooi. Echt heel goed. Allemaal bos. Oké, moet stoppen. Aflevering is gedaan, blijkbaar. Ja? Mhm. Stond het? Oké, stop. Oké, nou.
Bedankt voor het kijken iedereen, zou ik zeggen. Het geeft ons allemaal een blauw duimpje omhoog. Als je bij mij kijkt, kijk bij de ander. Als je bij de ander kijkt, kijk weer bij iemand anders. Dat is leuk. Zie iedereen's perspectief. Hartstikke leuk. En hebben jullie nog iets te zeggen? Hey, tot de volgende aflevering. Tot de volgende aflevering. Yo. Yo.